Nou, het is vandaag alweer zondag. Ik heb even met Shinga ben ik even naar de douches geweest. Ik heb lekker, lekker gedoucht. En we gaan eventjes weg. We gaan eventjes naar wat tips kregen we van abonnees. Maar daar zal Mago jullie zo meer over vertellen. En kijk, we gaan dus even met de auto richting Arnhem. Nou, daar hebben we Mago. Vertel even, wat gaan we doen? We gaan naar Arnhem, Park Sonsbeek. Zijn we alles geweest, maar er schijnt een hele mooie waterval te zijn. Ja. Hebben we gehoord. Ja, van wie hebben we dat gehoord? Van jouw abonnees. Ja, verschillende, ja. 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 Dus gaan we even kijken. Ja, we gaan even naar Sonsbeek. Het is nou nog droog. Ja, daarom. Zo is het. Oké. Okay. En we gaan even, we gaan. Dus jullie gaan het zien. Nou, we staan hier en dan is dit Sonsbeek Park, volgens mij. We gaan even kijken naar binnen. We lopen even het park in. Volgens, en daar zie ik een wit huis, dus ik denk dat dat die witte villa is. En dan gaan we even zoeken naar de waterval. En het lijkt wel of ik water hoor stromen. Overigens verboden toegang. Verboden voor gemotoriseerd, overigens verboden toegang. Nou, dus ook niet met paarden in ieder geval. Oké. Nou, kijk. Oh, zie je, ik hoorde al water. Ja, hier zo. Ja. Oh, hier is die waterval. Daar heb je ook nog bewijzering, dus moet je even kijken. Dit is niet echt een waterval. Nee. Grappig. Zie je hem gewoon, wat een mooie waterval. Hé? Oh, oh. Het is gecultiveerde waterval. Ja, gecultiveerde waterval. Nee, kijk, daar staat een bordje waterval. Daar. Oh ja. Linksaf. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ik vind dit al leuk. Kijk. Ik kan natuurlijk stil blijven staan. Even kijken. De waterval. De waterval. Zie je ze al, de watervallen? Ja. Oh ja. Wat zie je? Wauw. Oh, daar zijn ze hoor. De watervallen van Ko. Hé, hey, daar loopt iemand op. Ja, dat kan jij ook. Oh, dit is leuk. Kijken of we eronder lekker kunnen spelen. Ja, hartstikke koud hier. Een waterkou is het. Ja, zeker. Nou. Oké, kom op. Nou, jongens, dit is leuk. Ze lopen door de bagger heen en ze zakken weg. Dat is leuk. Nou, hebben ze leuk gedaan. En daar komt ook water uit. Ah, ziet er mooi uit. Kun je zeggen wat je wil? Heel mooi ziet het eruit. Kijk die uit, die keer niet uitglijdt. Ja, nou ja, ik kan hem niet optillen. Wauw. Nou jongens. Wat een avontuur is dit! Oh! Nou, wat leuk! Ik ga er nog achter. Mago! Kom eens, dit is hartstikke leuk! Ha ha ha.
Weet je wel, een nadeel is, was al het water wat zo knetter. Die pot. Ik ben een beetje bezig met het licht. Oh, mooi. Allemaal water. Nou, die kijken. Mooi, hè? Dat doet je. Nou. Nou, ik ga er weer uit, hoor. Nou, gaan we even omhoog. Even kijken. Van bovenaf de waterval bekijken. Oh ja. Oh, dat is leuk. Kijk. Oh, dit is geinig. Dus hier komt het water vandaan. Oh, dat is zeker uit die vijver daar. Grappig. Niek! Nou, dit is echt leuk. Dat is die vijver. Er wordt waarschijnlijk hierop gepompt of zo. Even kijken. En dan stroomt het daar zo weer naar beneden. Wat leuk. Oh, is leuk hier. Nou, dan heb je zo'n uitzicht over het hele park heen. Kijk, even hier tussen de rotsen door. Oh ja, dan zie je het zo naar beneden storten. Dan zie je het zo naar beneden storten. Wat leuk. Moet je hier staan? Moet ik je vasthouden? Okay. Nou, dit is echt een leuk park. Goeie tip, Esmee, hè? Die zei dat toch? Nou, hey? Kijk, dat weet ik niet. Nee, want we hebben toch gekeken, we konden het toch niet vinden. Ga ik even die van door? Ja, wacht even, dan... Oh. Ah, dat ligt toch troep, hè? Ja, zonde, hè? Mensen gooien gewoon hun plastic bekertjes, blikjes, alles zomaar weg. Flesjes. Ja. Echt niet normaal. Nou, echt leuk. De watervallen van Nico. Leuk. Hè? Ja. Zo... Oh, kijk. Dat zijn die duikertjes. Ja. Nou, moeten jullie kijken, jongens. Dit is toch een mooi gezicht, hè? Kijk, ja, rotgans, ja. En dan daar aan de overkant, dan zouden we normaal gesproken zouden zeggen, oh, we halen even een kopje koffie of we gaan even een bakje ettersoep. Een bakje ettersoep eten, maar... Helaas. Jeetje, wat een mooi park. Goeie tip, hoor. Oh, ik ben zo blij met de... abonnees die dit gezegd hebben, want dankzij hun komen... Oh, kijk dan, er is daar... Jullie kunnen het niet zien. Ik ga er even op inzoomen. Ik moet wel op gaan letten dat ik niet te veel inzoom. Kijk eens. Dat is nog een mooi huisje daar, jongens. Prachtig. Mooi, hè? Nou. Huh? Mooie bank. Lekker.
Directeur gemeente. Ja, dat is niet duidelijk verlezen. Ja. Okay. No fine. Okay. Yeah, you can look. If you can read it. Yeah, that's it's hard to. Het is moeilijk nog te ontcijferen. Ja. Yeah. Meneer Tellegen heeft dit gebouwd, neem ik aan. Ingenieur J.W. Tellegen. Oh, okay. Ter herinnering aan. Hij was directeur gemeentewerken. Dan krijg je dit, hè. Als je voor de gemeente hebt gewerkt, krijg je een grote bank. Ja, ja, ja. Ja. Op kosten van de belastingbetaler. Ja. Ja. En dan 50 jaar later kan niemand de tekst meer lezen. Fijne dag. Dankjewel, jij ook. Kijk. Zie je, misschien vragen jullie je af wat die bollen zijn. Oh, wacht even, dat kan ik even beter anders uitleggen, denk ik. Ik pak even de iPhone, dan kunnen jullie beter zien, want dit is de GoPro. Wacht even. Kijk, ik heb even de iPhone gepakt, dan kan je het beter zien. Het is namelijk zo, die grote bol die jullie daar... Even kijken hoor. Kijk, die grote bol daar helemaal op het einde, dat is de zon. En kijk, al die andere bolletjes, die kleine bolletjes die jullie zien, dat zijn de planeten die om de zon heen draaien. Oh, gaaf hè? En dat hier midden in het water, geven ze dat heel mooi weer. Prachtig. Echt mooi. Nou, als je hier de trap op gaat, zo, en je loopt zo, en dan heb je daar omhoog heb je nog een uitkijkpunt. Ik ga het nu niet doen, dat hou ik voor de volgende keer. Kijk maar, daar heb je dat witte gebouw. Ja, dit is niet stadsvilla, dit is dat de achterkant. Oh, oh nee. Dat is zeker het bezoekerscentrum, toch? Ja, denk ik, ja, kijk, het is een restaurant, joh. Ja. Ook niets te doen. Oh jongens, dit is toch erg. Kijk dan. Hey Ziggy en Bibi. Oh nee, dit is Bibi niet. Nee, dat is geen Bibi. Kijk dan. Oh geweldig. En je hoort ze niet, hè? Maar die is vanavond wel uitgeteld als hij thuis is. Grappig is dat je de tegels, kijk, er staat er op de tegeltjes. Leuk! Kijk maar, en heb je hiernaast heb je hele mooie tuinen. Ja. Kijk. Beeldende kunst. Oh ja. Arnhem is een kunststad. Oh, oké. Okay. Is Arnhem, toch? Arnhem een kunststad? Ja, echt wel. Oké. Okay. Even kijken. Oh, kijk dan. Ta-da-da, ta-da-da, Rocky. Oh. En dan bij het beeld zeggen ze, yay! Ja, ja, ja. Ach, heerlijk. Mooi hoor. Kijk, nog weer één. En dan moeten ze, als ze boven bij het beeld staat, moeten ze zo met die vuisten gaan staan. Ja, dat doen ze niet hè. Kijk, die mensen hebben wat op hun deur geplaatst. Ik zal het even laten zien. 25 punten. Kijk, eigenlijk moet je dat nu weghalen en zeggen, leven 2021. Always look on the bright side of life. Oh nee, ik mocht niet meer zingen. Sybil zegt, Engel niet meer vingen. Nee, de muziek mag ook nooit aan. In de auto. Kijk, en volgens mij is dat het bezoekerscentrum. Ja, daar staat een bordje, die kant, ja. Ja, dat is ook allemaal gesloten. Ja. Ja, dan heeft het toch geen nut om zo te lopen. We moeten beter zo lopen. Dat scheelt weer een halve kilometer. Kijk. Dit is de steile tuin.
En als we naar de steile tuin gaan, kijk. Jullie raden al wie voorop loopt natuurlijk. Dat is ook niet zo moeilijk te raden. Nou. Wow. Dat ziet er mooi uit. Huh? Ik zei techniek, kijk uit. Kijk, kijk jij maar uit. Oh. Mago. Mago. Nou jij niet, achter hem aan. Kijk, ga nu maar liggen liefste, in de tuin. De lege plek in het hoge gras. Ik heb altijd gewild dat ik dat was. Een lege plek voor iemand om te blijven. Rutger Kopland, Keeskant. Nou, leuk toch? Wat staat er? Kijk, en daar is er nog een. Even kijken, en hier staat op, in het park. Door het park gewandeld en hier blijven staan. Waarom? Nou ja, we weten van elkaar waarom. Allebei denken we, jij bent het. Hier blijven staan om die ander aan te kijken, te kussen. Oké. Okay, Rutger Kopland. Zo, wacht even, zijn er nog meer? Oké. Okay. Ja. Daar raak je emotioneel van, hè? Zeker. Ja. Nou, dit is een cocon. Ja, dat is uit de film Cocon. Weet je wel, die komen die coconnen op aarde en die barsten dan open en dan zitten er allerlei hele lange dingen in. Oh, en die dan? En dit is de moeder van de cocon, want kijk, ze is er net eentje aan het bevallen, die bovenop ligt. Nou, de engel praat niet zo raar. Ja, een aardwezensin. Aardmannetjes, hoor je het? Ja, wat er nog worst voor de snert? Wat? Worst voor de snert. Nou, kijk. Dat hele stuk zijn we dus van boven naar beneden gelopen. Grappig, hè? Nou, dit is het Sonsbeek paviljoen. En normaal gesproken zouden we dus inderdaad hier een kopje ertessoep gaan eten of zo. Maar ja. Kijk, en hier in het midden. Ja. Die, Ja. Leuk, hè? Ja. Grappig. Kijk. Nou, kijk, wij moeten nou een stukje die kant op. Dan kom je daar bij de auto uit. Ja, ja. Ja, ik denk, je kan hier wel een paar uur rondlopen, maar dan ben je helemaal tot je bot er naartoe gaat, mag ook. Je kan hier echt een hele dag vertoeven. Oh, ja. Ja, je kan hier echt... Ja, ja. Zeker weten. En kijk, het leuke is, dat moet je eens kijken, daar... Waar? Kijk daar, die flats, dat is gewoon de stad. Dat is daar, station. Daar is het station, maar dat, zei ik, dat zag je al, dat we uitstapten. Ja, 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 leuk. En gisteren zag je dat Avaisi, dat zat helemaal in de mist. Ja, dat klopt. Ja. Dat we richting Ede gingen, weet je wel. Ja, maar ja, toen was het ook ander weer. Ja, nee, ja, het is nou helder. Ja. Park Sonsbeek. Nou, we hebben er echt van genoten. We vonden het onwijs leuk. En we gaan nu weer terug naar de auto. Je kan hier wel afhalen. To go. Koffie, cappuccino, warme chocomel. Mini lumpia, chili saus en Chinese tomatensoep. Nou, Mago. Leuk park, hè? Nou, het is een mooi park. Mooi park, ja. Daar gaan we van de zomer wel een keertje naartoe. Inderdaad. Hier kan je een hele dag vertoeven. Ja, volgens mij ook. Nou, we gaan naar de auto. Ja. Wij vinden het een duimpje waard, het park. Ja, beslist. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ja. Heel mooi, hè? Ja, zeker. Ja, nee, we hebben nog maar een heel klein stukje gezien, hè?